Thank you.
Ik sta hier bij Marianne en bij Geni, de mensen van het IJsselfestival. Hoe is het vanavond hier? Nou, geweldig hè. Het is nog drukker dan vorig jaar. We hebben een grotere boot, ik vind het ook een gezellige boot. En iedereen ziet alleen maar lachende gezichten. Het is echt een super feestje. Heel goed. En het dagje van het volk en het weer? Nou, de weersvoorspellingen zijn zoals we kunnen zien redelijk tot goed. Ik verwacht dat er heel veel publiek gaat komen en dat Zutphen echt ondergedompeld wordt in een groot aantal bezoekers. Nou, oké, ik hoop het ook. Jij als organisator ook een beetje betrokken bij het IJsselfestival? Ja, ik doe wat zijdelings, een beetje administratief werk. En dit is eigenlijk een beetje, ja, een klein beetje mijn projectje. Ja. Maar je doet samen met Frans Manders en Anton... Oké. Hele leuke groep. Maar hoeveel tijd ga je dan besteden in een jaar? Hoeveel tijd ik hier aan besteed? Nou, ik begin in januari al en ik ben er elke dag mee bezig. Er gaat geen dag voorbij dat je niet met het IJsselfestival bezig bent totdat het er is. Het gaat heel veel tijd en werk in zitten, maar ik vind het heel leuk om te doen. En ik heb gezegd, dit is een vijfjarig project om Zutphen een echt mooi festival te geven in de zomer. Ja, daar hoort natuurlijk de Summer Night Cruise hoort daarbij. En we gaan groeien. We hebben zoveel aanvragen voor kramen gehad, dat we volgend jaar al wat twee keer zo groot kunnen worden. Maar dit schip ook, dit is prachtig. Hele mooie locatie ervoor. Ja, absoluut. Hele mooie locatie. Bas, hallo. Hallo. Een van de verkeersregelaars van het IJsselfestival. Hoe zijn jullie erbij terechtgekomen? Wij zijn terechtgekomen, gewoon rollend erin eigenlijk. Via Facebook staan we dan aangemeld. En ja, daar kennen de mensen ons allemaal vinden. Maar jullie zijn een groep vrijwilligers. Je krijgt er niets voor betaald. Maar wel deze gezellige avond dat jullie mee mochten. Nou ja, we worden er niet voor betaald. Het gaat allemaal vrijwillig. Alle centen en toestanden wat er omheen gaat, dat gaat naar een goed doel. En ja, we krijgen af en toe een presentje. Zoals dit presentje wat we nu hebben. Dat geven we niet weg. Maar hebben we centen of wat dan ook, dan is het gewoon, we geven het weer terug en dan is het weer goed. Ja. Nou, Zutphen moet blij zijn met zulke mensen dat ze die hebben. Maar jullie doen ook veel met andere evenementen dan allemaal? Ja, we hebben heel veel andere evenementen. Dus Wageningen, we zijn in Zwolle geweest. Maar dat is best leuk. Ja. Hele leuke groep, leuke uitdaging.